Het weer in september had twee gezichten. De eerste helft was warm en zonnig, maar de tweede helft was koud en regenachtig. De energieprijzen bleven stijgen en door de regering werd ons prijscompensatie beloofd. Heracles Almelo bleef het goed doen in de competitie en voerde eind september de ranglijsten aan. Dit gebeurde er in Almelo. Het doelpark vierde de natuur. Wat is het doel eigenlijk van het Verte de la Nature? Nou, met Verte Natuur kan je de natuur vieren. Dus iedereen die heeft, zijn allemaal opdrachtjes. Je kan kano varen, zaadbommen maken. Bij de Iemkeur een kijkje nemen. Zelfs bij de scouting, marshmallows bakken. Dus eigenlijk te veel om op te noemen. En het is grotendeels allemaal gratis. Dus echt om de natuur te ervaren, te beleven en om hier een leuke dag te hebben. Het Shanti Festival kon rekenen op grote belangstelling. Na 2 jaar lockdown was er weer ouderwetse gezelligheid op de kermis. Hoogschuilenburg bestond 50 jaar. Dit is de derde dag dat we dit nu deze hele week zeg maar hebben. Iedere dag hebben we een item wat we doen. Maandag was er een officiële opening. Dinsdag hebben we de ijsgoedkraam hier gehad met een draaiorgel. Nou, en vandaag de poffertjeskraam. Vroeger kwam je gewoon in een verzorgingshuis als je eenzaam was of je had behoefte aan contacten. Dan werd je opgenomen in een rust- en verzorgingshuis. En dat is nu heel anders. Nu moet je echt wat mankeren voordat je hierin komt. Maar we hebben genoeg leuke dingen meegemaakt. Diverse monumenten openen hun deuren tijdens de Open Monumentendag. Het KRO-NCRV-programma Pointer streek voor een maand neer in Almelo. Almelo is een plek waar heel veel gebeurt natuurlijk. Of in Twente gebeurt er sowieso heel veel. Ik zei het in de krant ook al, het lijkt wel het centrum van de wereld geworden voor ons. Want er gebeuren zoveel dingen. We hebben dus elke zaterdag hebben we ook nog een rondetafelgesprek over een van deze thema's. En we hebben net de afvalwaterreacties besproken. Volgende week, komende zaterdag, gaat het over het kanaaldrama. En de 2 zaterdagen daarna, dat gaan we nog bedenken waar het over gaat. De ideeënmarkt zorgde voor een stortvloed aan ideeën. De kunst onder de noemer van een fietskerkhof te realiseren in Almelo. Maar ik heb zoiets van, kom met die waarjongens aan het werk zitten. Laten we investeren in waarjong. Hebben wij een nieuw woonconcept ontwikkeld. Waar de zintuigen van de senioren worden geprikkeld. Waar gewoon de mensen elkaar kunnen groeten. Hé, hey, hallo, dag meneer burgemeester. Of dat je zo met elkaar aan de praat komt. En ik vind dat bij dit alles een stadsdichter past. Die in proza of poëzie gevraagd en ongevraagd kont doet, verslag doet van de kleine of grote gebeurtenissen in de stad aan de Aa. De grote droom van Gravenruiters om een nieuw onderkomen te bouwen lijkt nu eindelijk werkelijkheid te worden. Ja, hoe draait het hier momenteel? Ja, uitstekend. Het draait door. Daar zijn we natuurlijk heel blij mee tijdens de werkzaamheden van de bouw die al begonnen zijn.
op die zandvlakte, wat komt daar straks allemaal? Daar komt een gebouw te staan wat 50 meter lang is en 35 meter diep. En in dat gebouw gaan wij een binnenbak maken en daar komen de stallen. En daar komt de kantine en de verblijfsruimtes. Dus alles komt straks onder één dak. Het grondwerk is nu klaar en het wachten is nog op een paar formaliteiten. En dan kan de schop in de grond, hoef ik niet meer te zeggen, maar dan kunnen we echt starten met bouwen. De Jongerenraad van Almelo maakt zich onder andere sterk voor de veiligheid van scholieren. Nieuwe leden zijn welkom. Wij geven de gemeente advies, zoals bijvoorbeeld het skatepakadvies afgelopen maart. Eind in november hadden we een cameraadvies en eerder hadden we ook een advies om de sluiskade zijde. Wij proberen graag voor zorgen dat Almelo ook voor scholieren, ook voor jongeren een veilige plek is om te fietsen, om gewoon een jongere te zijn. En daar geven wij advies aan de gemeenteraad. Wij zoeken nog leden. We zijn nu met z'n vieren en we zoeken graag nog meer jongeren die een steentje bij willen dragen aan Almelo. Die hun vrije tijd voor hun mede-scholieren, mede-studenten wil inzetten. We hopen dat mensen zich aanmelden bij ons. Straattheaterfestival Almelo op het Rabat luidde de start in van het nieuwe theaterseizoen. Jos Tornij, hoe gaat het vandaag bij Almelo op het Rabat? Het is één groot feest, dat heb je wel gezien. Je hebt net een steltenloper gezien, we hebben verschillende steltenlopers. We hebben hier prachtige acrobatiek, we hebben kindervoorstellingen. Het is één groot feest en de zon schijnt. Wat wil je nog meer? Ik wil niet meer. Ik hoop dat de mensen komen en van het hele programma genieten, volop genieten. He? Met enige vertraging kon de Aqua Terra beurs toch doorgaan. Een van onze nevenbezigheden is het organiseren van deze beurs. Omdat wij het gewoon erg leuk vinden om onze hobby uit te dragen naar mensen die geïnteresseerd zijn uiteraard om een aquarium te beginnen. Of om een bestaand aquarium te onderhouden. Of welke vragen anders dan ook bij ons die gesteld kunnen worden. Tijdens de open atelierroute kon er weer een kijkje worden genomen bij vele verschillende kunstenaars. Afgezien van de regen druppelen dus toch wel mensen binnen, beetje bij beetje. En dat is heel erg leuk om te zien al op de eerste dag van onze open atelierroute. Dus dat belooft voor morgen misschien nog meer met beter weer. Nieuwe inwoners konden kennis maken met alles wat Almelo te bieden heeft. Hier waarschijnlijk allemaal om bepaalde redenen naartoe gekomen, want op enig moment daagt het u dat u wilt gaan verhuizen naar Almelo. En dat kan zijn omdat u hier werk heeft gevonden, of hier in de buurt. Het kan zijn omdat u hier een huis heeft gevonden dat u aansprak waar u graag wilde wonen. Het kan ook zijn dat u hier familie al had wonen waar u zich graag bij wilde voegen. Er zijn ook mensen die hier de liefde van hun leven vinden. Hospice Leendert Vriel opende haar deuren. Welkom in Hospice Leendert Vriel Almelo. Dit wordt de hoofdingang voor ons hospice. Mensen die mobiel zijn kunnen via deze ingang. En als dat allemaal niet lukt, dan is er via de hoofdingang een lift. Een hospice is een plek waar mensen kunnen verblijven. Dat is eigenlijk een appartement wat je tot je beschikking krijgt en inclusief zorg. En de nabijheid van de vrijwilligers. We hebben hier 5 appartementen gehuurd. 4 appartementen zijn voor bewoners. En het 5e appartement hebben we een mooie huiskamer van gemaakt. Daar komt het eigenlijk allemaal samen. Ja, trots. Trots dat we nu zover zijn. En ook heel blij dat we gewoon nu voor klaar zijn. De discussie over XL Park 2 is zeker nog niet afgelopen. Wij gaan ook niet die partijen overtuigen die dit pertinent niet willen. Er zijn best wel goede inbrengen geweest vanuit de omgeving. Van als dit park er komt naar de toekomst toe, hè, want de komende 5 jaar nog niet. Omdat daar echt nog hele lange procedures aan verbonden zijn. Denk dan bij de invulling aan een bepaald aantal zaken. Dat soort suggesties die nemen we heel graag mee bij de nadere uitwerking. En mensen die we daarin niet kunnen overtuigen, daar verschillen we dan van mening. En uiteindelijk is het de raad die bij meerderheid beslist.
En als we dus meer mensen hier naartoe willen trekken, moeten we er ook voor zorgen dat er meer banen komen. De Fietsersbond ergert zich aan de vele overbodige fietspaaltjes. Zij roepen de inwoners op om te helpen ze weg te krijgen. Dit lullige paaltje moet gewoon weg. Het staat voor lul hier. Het moet weg. Ik ben tevreden als bij voorbaat zegt, een paaltje komt er niet. Dus gewoon geen paaltjes plaatsen meer. En als er borden geplaatst kunnen worden, plaats dan een bord verboden in te rijden. Een paaltje is overbodig. Het Doeppark kreeg een bijzondere uitbreiding. Een analematische zonnewijzer. Schilling in Almelo. Ja, komt u niet vaak, hè? Nee, het is niet echt naast de deur. Nou, ik woon in Amersfoort, zover is het nou ook weer niet. Maar er was een hele mooie aanleiding. Ik hoorde dat hier die prachtige zonnewijzer geopend zou worden. En dat is zo'n mooi initiatief. En toen ik de uitnodiging kreeg om dat luisteren bij te zetten met een korte presentatie, dacht ik, dat wil ik niet laten schieten. Een zonnewijzer is best ingewikkeld. Je moet snappen hoe het precies werkt. Je moet kijken, lees ik hem goed af? Waar moet ik dan gaan staan? Want je fungeert hier zelf als schaduwwerper. Maar ik ga voorspellen dat we hier heel vaak mensen, en vooral ook jonge mensen en kinderen zullen zien, die precies willen begrijpen hoe dat nou werkt.